Over autorijden gesproken. Ik vind autorijden te gek. Je mag dat tegenwoordig nauwelijks nog hardop zeggen, dan word je gelijk gestenigd. Maar ik vind autorijden te gek. Ik ben het totaal aan verslingerd. Sinds een jaar of 10 doe ik dat elke dag. Mijn rijbewijs had ik al veel eerder. Dat haalde ik meteen toen ik 18 werd. Dat betaalde mijn vader. Dat hoorde bij je opvoeding. Hij kwam het niet gelijk van pas, dan wel later. Dus ik nam 10 lessen aan 75 gulden. De 10. In de Simca op gas. Wat toen nog iets bijzonders was. Ik leste bij een dame, wat ook niet direct voor de hand lag in die dagen. We schreven 1962. Geen vuiltje aan de lucht, hè. De grote verkeerstoename werd algemeen als een gunstige ontwikkeling gezien. Hoe meer auto's, hoe meer vreugd. Zo dacht men er toen nog over. Zolang de meeste mensen nog zonder zaten, viel er op dit gebied nog een hoop moois te verrichten. Het woord milieu bezigde men slechts met betrekking tot de onderwereld. Het was een gouden tijd voor de autobranche. Na 10 lessen moest ik op voor mijn examen. Afrijden heette dat. Dat deed je dan in de wagen waarin je had les gehad, met op de plaats van je instructeur, of in mijn geval dus instructrice, een examinator van het CBR, het Centraal Bureau Rijvaardigheid. In mijn geval een kale, bebrilde zuurpruim van pensioengerechtigde leeftijd. Zo'n rijexamen duurde ongeveer een half uur, speelde zich volledig binnen de bebouwde kom af. De grote weg kwam in het stuk niet voor. Ik zakte de eerste keer vanwege een ingreep. 1 ingreep en je was de lul. Het gebeurde al na 2 minuten. We naderden zo'n kruising waar zo'n rond wit bord bij stond, met zo'n rode rand rondom. En dan in een omgekeerde driehoek, eveneens in rood, in zwart het woordje stop. Ze gelden nog steeds die borden, alleen zie je ze nooit meer omdat tegenwoordig op een beetje kruispunt natuurlijk stoplichten staan om de boel in de war te sturen. Maar toen zag ik die nog vrij algemeen. Ik moest van die zuurpruim op die kruising naar rechts. Dus wat deed ik? Ik minde de vaart en ik keek naar links of er misschien wat aankwam. Heel in de verte, voor het blote oog nauwelijks waarneembaar, naderde een wagen. Ik had wel 50 keer rechts afgekund en nog terug ook. Voordat hij zelfs maar bij me in de buurt kwam. Dus wat deed ik? He, met het oog op het mij achterop komende verkeer. Er zat wel zo'n wagen 4-5 achter mij. En geheel indachtig artikel 1 van de Wegenverkeerswet. Volgens het welk men op zodanige wijze aan het verkeer dient deel te nemen. Die de minste hinder oplevert voor de voortgang van dat verkeer. Maakte ik dus aanstalt om zonder verder oponthoud. Hup, rechtsaf die kruising op te draaien. Paat, stond die zuurpruim ineens boven op die rem. Schrok me de tering, zeg. En ik niet alleen, want die wagen die vlak achter me zat, moest alle zeilen bijzetten om een botsing te vermijden. Ik zeg tegen die roos, ik zeg, wat doet u nou? Hij zegt, ik rem, alsof ik dat niet door had. Ik zeg, ja, dat merk ik. Ik zeg, maar waarom? Ja, omdat het op het bord staat. En hij wees triomfantelijk met op het bord mijn stop. Ik zeg, ja, je stopt toch alleen maar als er wat aankomt? Hij zegt, fout, je moet stoppen omdat het op het bord staat. Hij zegt, trouwens, wat is dat dan? Doelend op de wagen van links, die nu pas de kruising passeerde. Ik zeg, ja, kunst, als je maar lang genoeg blijft staan, komt er altijd wel wat aan, nietwaar? Zeg maar, volgens artikel 1 van de Wegenverkeerswet, met artikel 1 van de Wegenverkeerswet, hebben wij hier niets te maken. Je moet stoppen omdat het op het bord staat en daarmee basta. De man was verder niet voor reden vatbaar. Zo zei ik dus, geld ten overvloed overigens, maar dan is dit dus een ingreep. Hij zegt, dat mag je wel zeggen, niet zo'n kleintje ook. Ik zeg, dus ik ben gezakt. Hij zegt, laten we daar maar van uitgaan. Ik zeg, nou, breng jullie die wagen dan even terug, want ik stap uit. Goedemiddag. Zat hij daar ineens voor lul midden op die kruising, een rijtje toeterende auto's. Ja, pleur op, koud, 2 minuten waren we onderweg. Dacht hij, nou is nog een half uur voor lul met hem door die stad ging rijden. Zag ik zo bleek, hè? Die instructrice van mij moest wel lachen toen ik dat verhaal vertelde, maar die vreesde tegelijk toch represailles. Ze zei, ja, als die gozer zijn collega's inlicht over dit voorval, dan zou dat jouw kans van slagen bij een eventueel volgend examen wel eens aanmerkelijk kunnen verkleinen. Ik zeg, ja, als hij dat doet wel, ik zeg, maar volgens mij houdt hij het liever voor zich. Want hoe moet hij nou hard maken tegenover zijn collega's, hoe hij daar verlul op, daar houdt hij zijn mond over, dat zal je zien. Maar ik zou het er zijn de tijd wel merken. Nou, als die examinator bij mijn volgende examen al wat geweten heeft, liet hij dat in ieder geval niet blijken, want niet alleen slaagde ik met vlag en wimpel, nee, de man voelde zich zelfs geroepen om na afloop speciaal mijn aanpassingsvermogen te roemen, in het licht van datzelfde artikel 1 van de Wegenverkeerswet, dat ik de eerste keer tevergeefs mijn redding had trachten aan te voeren. Ik ben hetzelfde zo met iemand eens geweest als met die man, zeg. Inderdaad, met mijn aanpassingsvermogen was helemaal niks mis. Net zo min als met artikel 1 van de Wegenverkeerswet. En zo had ik mijn rijbewijs dus in mijn zak, een knappe vent die het er weer uit kreeg. Dat het 20 jaar zou duren, eer ik het ook daadwerkelijk ging benutten, kon geen mens voorzien. Ik reed aanvankelijk ook nog wel in de wagen van mijn vader, maar dat bleef toch meer uitzondering dan dat het regel werd. Toen ik eenmaal het huis uit was, reed ik helemaal niet meer. Ik zat er geen seconde mee. Niet alleen dat ik geen poen had voor een wagen, ik had er ook totaal geen behoefte aan. Ik liep veel in die dagen, maakte bij gelegenheid gebruik van tram, bus of trein. He, zelfs in mijn dromen had ik geen wagen, laat ik het zo zeggen. Ik liet alleen wel steeds op tijd mijn rijbewijs verlengen, want je wist nooit waar dat nog eens goed voor kon zijn. Sinds een jaar of 10 weet ik dat dus, ben ook niet meer achter het stuur vandaan te branden. Zelfs voor een spreekwoordelijke pakje sigaretten stap ik in de wagen. Scheid aan het milieu! Nou, optreden ze ook, ik rij altijd zelf, hoe verder hoe liever. Appingedam, huppatee, ik zit al in die wagen. Moeten we een keertje naar Schiedam of naar Delft, voel ik me toch een beetje bekocht, want dat was veel te dicht bij huis om lekker te kunnen vlammen. Ik zit me meestal op de heenreis al te verheugen op de terugtocht die meestal s'nachts plaatsvindt. S'nachts rijden heeft een heel eigen charme. Je hebt het rijdt dan zowat alleen, dan kan je hem stevig op zijn snaar trappen. Gas! Overdag wil dat er nog wel eens aan ontbreken vanwege de automobiliserende medemens. Aardige mensen onder lijn 5. Meut en treuzel in de bocht. Hé, waarom zit die man achter ons nou toch de hele tijd met zijn lichten te knipperen? Zou er wat wezen? Ik denk dat hij er langs wil, dat hij haast heeft.
Nou, hij gaat zijn gang, maar ik laat me door zo'n wegpiraat niet van de weg weg. Hij duwt me bijna van de weg weg. Ja, je rijdt ook al een half uurtje op de linkerweghelft, hè? Nou, ik heb toch zeker even wel recht op de weg als die grootste daar bent. Niet als je 65 rijdt. Dus ik zou nou maar opzij gaan of een beetje gas geven, een van de twee. Gas geven, ja, met dat ding onder je rechtervoet. Oh, dit hier. Ik zei je rechtervoet. Oh, dat kon ik als kind al nooit uit elkaar houden. Hé, hey, waarom staan ze achter ons nou ineens allemaal stil? Omdat ze bovenop elkaar zijn geknald toen jij op die verkeerde pedaal trapte. Nou, dus die, wat heb je van al dat gevlieg? Ik zeg dat dat nou zo hardrijders zijn doodrijders. Nou, dus je beslist de enige niet. Want dat is het devies van gans autorijden in Nederland. Zag je zo'n, dan breek het lijntje niet. Het gaspedaal, vooropgesteld dat men überhaupt van het bestaan ervan af weet, staat hier te landen in de kwade reuk. Het rempedaal daarentegen mag zijn vreugde en nooit gekende populariteit. De gevolgen hiervan zijn dadelijk op onze autosnelwegen en verkeersknooppunten te constateren. Kilometers lange files, zover het oog reikt. Als iedereen een beetje gas gaf, had je geen files. Zo simpel ligt het. Maar gas geven ze sterven nog liever dan gas te geven. Hè? Ze schijten nou al in de boek, laat staan als ze boven de 100 kilometer komen. Er zou dan ook op onze autosnelwegen, die heten niet voor niks zo, autosnelwegen, een minimumsnelheid moeten gelden van 120 km per uur. Wie dat niet bij kan benen, neemt het fietspad maar. Of die gaat maar met de trekschuit. Hè? Meuten doen we thuis, maar niet op de grote weg. Wat dat betreft is artikel 1 van de wegenverkeerswet duidelijk genoeg op zodanige wijze aan het verkeer deelnemen die de minste hinder oplevert voor de voortgang van het verkeer. Wie hier een mooie taak voor de overheid ziet, komt bedrogen uit. Want de overheid hier te landen staat geheel aan de zijde van meut en treuzel. Vandaar dat wij dus geen minimumsnelheid kennen, maar een maximumsnelheid. Van 120 km per uur. Zogenaamd ter verhoging van die ene heilige koe, de verkeersveiligheid. En ter redding van die andere, nog heilige koe, het milieu. Als je niet beter zou weten, zou je denken dat de maximumsnelheid de pure milieumaatregel was. Alsof we er allemaal zachter te gaan rijden hier het milieu nog kunnen redden. Ik durf te beweren dat het milieu er meer bij gebaat zou zijn als we allemaal een beetje doorrijden. Dan ben je namelijk eerder waar je wezen wil. En dan verontreinig jij gedurende kortere tijd het milieu, dan dat we er met z'n allen daar uren met een kutgangetje daar op die... He? En er komt nog eens bij, als jij een beetje doorrijdt, de vliegende gasten kennen geen kwaad, dus zo weg. He? Het is juist dat gemuts in die files, dat stilstaande gas, wat je de das om doet, hè? Maar mag dat die overheid hier maar eens wijst, want nee, er is een soort van heksenjacht ontketen op iedereen die wel weet waar het gaspedaal zit. En die niet bereid is om een week vakantie uit te trekken om een bezoek aan Groningen te brengen. Hè? Kabinetten komen en gaan zonder ook maar één fuck tot stand te brengen. En het enige wapenfeit waarvoor ze zich de eerstkomende 50 jaar tot gekmakers op de borst zullen blijven koppen, is de maximumsnelheid en de handhaving derzelf. Ja, nee, de wereld stort er rond ons in elkaar, waartegen wij vanwege de belangen des windhandels niet konden of wilden ondernemen, zoals u zult begrijpen. Maar daar staat tegenover dat we die hardrijders toch wel even steen weer hebben aangepakt. Nou, gefeliciteerd, het gaat sindsdien een stuk beter met de wereld. Maar niet heus. Neem die verkeersveiligheid. Daar hebben ze godverdomme een heel instituut voor in het leven geroepen, waar die zakken vullen van de vervolle over twee keer per jaar de prullenbak omlegen voor een miljoen belastingvrij. Van vol over vol people. Thuis mag hij geen eens op dezelfde scheithuis als zijn wijf, maar voor ons zal hij dat veilige verkeer wel eens even regelen. Daar is geen dolletje wat ik maak van de scheithuis, weet ik toevallig uit zeer betrouwbare bron binnen de aannemerswereld. Dat bij de verbouwing van het onderkomen van vervolover is voorzien in twee scheithuizen, één voor haar is 100% soundproof, één voor hem 70% soundproof. Dus zij mag hem wel horen, hij haar niet. Zo ligt dat de verhoudingen in het koninklijke huis. De verkeersveiligheid gaat er maar eens aan staan in het huidige tijdsgevricht. Hè? Hoe meer auto's, hoe meer ongeluk. En maar trouwens, waar hebben we het over? 1300 man per jaar. Wat is dat nou, peanuts? Ik bedoel, je moet ergens aan dood. En we weten dat al die andere categorieën, zoals hart- en vaatziekten en kanker en zo, die zitten overvol. Daar kan niemand meer bij. Dus gaan er ook 1300 in het verkeer. Waarvan 68 door te hard rijden, dus de rest door te zacht rijden, dat is duidelijk. Dus waar hebben we het over? Verkeersveiligheid, hoe meer auto's, hoe meer ongelukken. Het lijkt mij een wet van mede en persen. Help geen moedertje lief. Aan ook die, en dus ook die vervolover niet, maar om daar nog miljoen voor te geven, vind ik overdreven. De enige manier waarop een mogelijke wijze nog iets aan de verkeersveiligheid hier te landen te verbeteren zou zijn, is om van zeker de helft van het vaderlandse automobilistenbestand op permanente basis het rijbewijs in te trekken. En niet omdat ze te hard zouden rijden, maar omdat ze helemaal niet kunnen rijden. Wat je hier alleen in de weekends al niet op de weg kan tegenkomen. Kan je door de week nog zeggen, een gedeelte van het verkeer is zakelijk, dus noodzakelijk. In het weekend heeft vrijwel niemand die erop zit ook maar iets op die weg te maken. Heel debiel, seniel en infantiel Nederland wordt er dan op uitgestuurd in de hoop dat de helft niet meer terug zal komen. Het gemeut neemt dan werkelijk oud-testamentisch hun vorm aan. En wat doet de kid? Voor zover die zich niet blijvend heeft verscholen achter treurenstemmende stapels papierwerk, aangaande volstrekt onbelangrijke overtredingen van de gemeentelijke verordeningen tot het betreden van het openbaar groen. Hè? Want het is waar, als ze één bon uitschrijven, hebben ze 3 dagen bureauwerk. Die keert, ik ken nou inbrekers, je hebt al afgesproken, joh, laat jij je pakken, kennen wij drie weken ons gang gaan. Hè? Maar voor zover ze zich daar niet blijvend achter hebben verschanst, staan ze verdekt opgesteld in het struweel naast onze goedeels erbarmelijk slechte wegen. Dat is ook wat is een fabeltje dat nou godverdomme eens een keer afgelopen moet zijn. Dat we van die goede wegen zouden hebben hier. Dat was in 1925 zo, toen hadden ze nergens nog wegen. Hadden wij één weg, er wordt nooit op gereden. Dus die zal wel goed zijn geweest, ja.
En nu hebben we misschien in de Randstad een paar wegen met een beetje lichter op. Dan komen nou buitenlanders. Maar moet je daar bijvoorbeeld, nou pakweg tussen Amersfoort en Zwolle, moet jij zo'n normaal gesprek in je wagen proberen te voeren? Daar hebben ze een weg, man. Oh, daar zit een dingetje erbij. Ja, doe er maar een pleistertje over. Oh, daar zit nog een ding. Ja, doe er een pleistertje over. Ja, eigenlijk moet die hele weg zo. Ja, daar is geen geld voor, hoor. Dus nog een pleistertje. Hebben ze een soort van lappendeken gemaakt. Nou, dan moet je met een beetje regens, met een beetje snelheid overheen rijden. Dan maak je van de hele weg gebruik. Van links naar rechts. En waarin. Oh, levensgevaarlijk. Dat is nog tussen Amersfoort en Zwolle. Moet je nagaan. Je moet er niet aan denken. Maar hoe het in die gebieden daar ergens, ja, bij Winterswijk moet zijn. Waar ze alleen maar karrensporen hebben. En wij met dit over hebben van die goede wegen. Dus dat is afgelopen nou. Maar dan gaan ze in het struweel ernaast staan om die mensen te bekeuren. Die dus wel weten waar de gaspedaal zit. En die in 17.327 van de 18.344 gevallen 124.378 keer beter rijden dan Meut, Treuzel, Deukendouwer, Kluns, Kever en Klootzak bij elkaar. Die zelf, godverdomme, de rijbewijs na 178 vruchteloze lessen en 56 mislukte examenpogingen op Sala hebben gehaald. Een eiland ter grootte van een zakdoek met een totaal wegennet van 3,5 kilometer, hè, waarop je 15 kilometer per uur mag rijden. En met een wagenpark van in totaal 17 auto's, waarvan de helft niet tot rijden in staat kan worden gebracht. Daar haalt zelfs een zwaar motorisch gestoorde, door acute pleinvrees geteisterde, de chronische vallende zieken met de grauwe staar en de ziekte van Parkinson zijn rijbewijs nog. En reken maar dat een hoop dat ook hebben gedaan. Met hele scheepsladingen zijn ze erheen gegaan. Rijbewijs toch is met dat hele eiland frotten van. Zeg Jan, je kan beter voorin gaan zitten als iemand rijden. Hoezo? Ja, dan ken je beter bij dat, nou ja, bij dat ding, ja, welk ding bedoel je dan? Ja, dat ronde ding waar je moet draaien. Moet ik dan nog ergens aan draaien ook? Ja, Jan, als hij de bocht omgaat, dan, oh, dat ding, heet dat niet het roer of zo? Bijna, Jan, het leg op mijn tong, hou stil. Ik weet het al, het ruur. Oh ja, het ruur, daar staan we wat van bij. Zie het voor je, en het werd dan hier zonder enige bezwaar van de Stichting van Volzakken Nederland op onze wegen losgelaten. Zeg maar, je kan je ogen beter open doen als je moet rijden, dan zie je meer. Ja, daarom juist, waar moet ik heen? Je kan er één kant op, Marie, naar rechts. Oh, hierheen, ik zei naar rechts, Marie. Oh, dan kon ik als kind al dood uit elkaar houden. Christen en de zielen, wat was dat? Twee kippen, Marie. Ah, wat doen die ook op de weg? Je rijdt al een tijdje niet meer op de weg, Marie. Oh nee, wat is het dan? Ja, ze boerenerf of zo. Oh, daar had ik niks van gezien. Nee, daarom zeg ik ook, je kan je ogen beter open doen als je moet rijden, dan zie je meer. En maar conferenties houden over de verkeersveiligheid in het licht van het huidige tijdsgevricht. Het liefst in 5-sterrenhotels, in tropische delen van de aardkloot. Hè? Met een zwembad op iedere kamer. En een keur aan plaatselijke schoonheid ter krikking en ketsing voorradig. Alles uiteraard op kosten van de wegenbelasting betalen. Die terzelfde tijd in een file voor de Brienoordbrug of het Prins Klausplein in zijn zesdehands APK gekeurde hoesbui op wielen. Halverwege het bandje met de nieuwste hit van Klaas Vaak en de Zandzakken. Boem zo, plons in water, de moordsteek wegens gebrek aan asem. Want zo is het wel natuurlijk, hè. Maar goed, zand erover. Na jaren van pap en de nat houden is de sabelconnectie eindelijk definitief verbroken. Sneu voor die sabenen of sabazen of sabijten, hoe die mensen heten mogen, die leggen nou weer aan de geelhongen, net zoals vroeger. Het zij zo. In die 10 jaar dat ik rij heb ik de dood al meermalen in de ogen mogen zien. Volgens mij zijn ze van glas. Al zou ik daar geen vergif op indurven nemen, want daarvoor het alles veel te snel in zo'n situatie. Wat ik wel zeker weet is dat ik in geen van de gevallen mijn eigen leven een flits aan mijn verwijs zal trekken. Dat is ook zo'n fabeltje waar ze altijd mee aankomen kakken. Als je pin staat de pijp uit, dan zie jij eigen leven in een flits. Ik zag geen notering en daar zat ik ook helemaal niet op te wachten ook. Ik had wel wat anders te doen. Volgens mij is dat verzonnen door een zesderangs romancier met een hang naar het sentimentele. Die op een onverwarmde vliering in de bos of nog ergens zutven na consumptie van 2 zware van de weduwe tot alles in staat achter was. Dus zeker tot het uit zijn duim zeggen van een of ander verhaaltje van de mafketel die in zijn stervensuur niks beters te doen weet dan zijn eigen leven in de flits aan zich voorbij te laten trekken. Hè? Ik snap niet, ze er altijd weer mee aankomen. Er is nog nooit een dode teruggekomen om te zeggen dat het klopte. Terwijl zij die beweren dat er iets dergelijks is overkomen, kennelijk niet dood zijn en dus ook niet weten waarover ze het hebben. Ik zag geen ene in mijn. En dan hoor ik de mensen al zeggen: van, oh, er zal er wel geen sprake zijn geweest van acuut levensgevaar. Oh nee, dat zal het wezen. Geen acuut levensgevaar. Wat dacht u van een klapband bij een snelheid van 170 km per uur tijdens een inhaalmanoeuvre op de brug bij Nijmegen in het spitsuur? Zou dat ermee door kunnen? Wat levensgevaar betreft. Dames en heren van de jury, ik dank u zeer. Nou, ik zag geen ene boer. Het was me goed. Hè? Ik had wel wat anders. Wat denk je? Ineens die band. Donderslag bij helder hemel natuurlijk. Bang! Rechtsvoor was het, dus ik knalde gelijk linksachter bovenop die muts die ik net aan het passeren was. En door die impact van die botsing werd ik naar links geslingerd tegen die vangrail aan. En door die impact weer terug die weg op waar aan alle kanten die auto's voorbij. Want zelfs in zo'n gat als Nijmegen kan het in het spitsuur knap druk worden. Wat denk je dat er dan gebeurt als je dan nog eens een beetje op je dode gemak naar je eigen leven gaat zitten koekeloeren en aan je voorbij flitst? Dan kan je het helemaal wel schudden. Dus zelfs als zou het zo wezen, moet je nog niet kijken. Maar ik zag geen ene. Ja, het enige wat ik zag was Mager Rijn die nog net even vlak voor die wagen die weg over wou steken. Gewoon doorrijden. Nooit stoppen, zeker niet voor hem, dan loopt het etter op te wachten. Dat je in paniek op de rem gaat staan, want dat is de zekerste weg naar het Houten Jassenpark in zo'n situatie. Hè? Dan knallen ze er met z'n allen van achteren bovenop, kennen ze van de ruiten krabben. Nooit remmen. Gas los en uitrijden. En niet denken.
Zodra je begint te denken, kom je te laat. En dan raak je in paniek. En wat je dan allemaal niet aan je voorbij ziet flitsen. Is met geen pen te beschrijven, zeker niet door een zesrans romancee op een onverwarmde vlieringde borstel. Of nog ergens Zutphen, die misschien ooit wel eens met de Solex een onbeheerde hond of boom heeft aangereden. Maar nog nooit achter het stuur van een levende auto heeft gezeten. Op het moment dat die met de snelheid van 170 km per uur tijdens een inhaalmanoeuvre op de brug bij Nijmegen de Spitsuur een klapband kreeg. Dat was de eerste keer dat ik Magen heen tegenkwam onderweg. Kan er mee door, hè? De tweede keer moesten we naar Almere optreden in de metropool. Zoals vaker met de tieten waren we een beetje aan de late kant. Dus er moest stevig aan getrokken worden. En ik dook net die hol af van dat aquaduct dat je er hebt tussen Leiden en Amsterdam. Of tussen Amsterdam en Leiden, ligt eraan van welke kant je komt. Wij kwamen van de kant van Leiden. Hebben ze een aquaduct, ga je naar beneden. Komt er net een boot overvaren en dan komt er een vliegtuig overheen. Zo, hè? En ik dook net die hol af, zeg ineens, Wallis! Die hele motorkap tegen mijn vooruit al. Zag ik mijn eigen leven in de flits aan me voorbij trekken? Vergeet het maar, ik zag geen enatering, zag ik. Van het ene moment op het andere was ik helemaal zichtbaar. En dan kan je daar ook niet zo even penaris naar die vluchtstrook daar, want die begint pas weer aan het eind van die hol aan de andere kant. Dus ik moest eerst in de blind, onder dat aquaduct door. Hè? En ook aan alle kanten, die auto's voorbij. Oh. Zag ik in een flits, dan moet ik even bij zeggen, we reden een CX. Nou heb je de motorkap van de CX, dan zal ik even voor u een ruwe schets geven van de motorkap van de CX. Moet u zich voorstellen, u heeft het bovenaanzicht, u kijkt er bovenop. Dan is dit de voorkant, dat is de achterkant, ja? De motorkap van de, een ruwe schets van de motorkap van de CX. Voorkant, achterkant, ja? Bovenaanzicht, ja? Daar gaat hij, hè? CX, ruwe schets. Voorkant, achterkant. Hup. Ja, zit hier aan de achterkant een half ronde uitsparing, waar in normale tijden je ruitenwisser zit. Nou zat die motorkap, kat, bang! Tegen die voorruit, dus van de ruitenwisser was natuurlijk geen sprake meer. Maar ik zag wel ineens in de flits onderaan die voorruit, die half ronde uitsparing. Dus ik gelijk zakken met mijn kop, tot ik hem op ooghoogte had. En jou als met toverslag, ik kreeg mijn wel eens panoramische visie op de wereld in het algemeen, en de weg in het bijzonder. En ik slaagde erin om loerend door dat gaatje, die wagen zonder verdere kleerscheuren onder dat aquaduct door te loodsen. En daar bovenaan die hol dus veilig op die vluchtstrook te zetten. Ik was zo kalm als ijs. Alsof het me dagelijks overkwam. De motorkap tegen de voorruit. Brrr, routine klusje. Maar ook hier gold weer, was ik op mijn rem gaan staan. Nou, we waren met z'n vieren, maar dan waren we alle zes dood geweest. Dat was de tweede keer, zeg. Ken er mee door, hè? Derde keer, voorlopig de laatste keer. Je weet nooit wat het lot nog in petto heeft op dat gebied. Toen kwamen we terug uit Zeewolde, waar we even waren gaan checken of er nog wat over was van die 300 kilo coke die ze daar een paar dagen tevoren in een onbeheerde vrachtwagen op een parkeerterrein hadden aangetroffen. Ja, verraaien werkt natuurlijk zoals altijd als de kid wat vindt. Of dacht je soms dat het resultaat was van het briljante speurwerk van inspecteur Vleemscherp en zijn wakkere kornuiten van de narcotica-brigade? Het resultaat van een goed geoliede actie in samenwerking met de politiekorpsen uit de omliggende landen? Interpol of zoiets? Wel nee, gewoon verraaien werkt. Af en toe lekt de onderwereld om wat voor reden dan ook een beetje informatie richting Kit. Die dan met meer of minder succes zo'n tip gaat natrekken. In het eerste geval, dus met meer succes, staan de kranten daags daarna bol van de door politiewoordvoerders opgelepelde fabeltjes, waarin de rol van de sterke arm breed tot kamerbreed wordt uitgemeten, ten einde de mensen de indruk te verschaffen dat in de nimmer aflatende strijd met de internationaal vertakte drugsmafia onze wakkere Herman dat een beslissende doorbraak heeft geforceerd, die van nu af aan het tij beslissen ter gunste van de gerechtigheid zal doen keren. In het tweede geval, als ze niks vinden, hoor je niks. Is er nog een derde optie, dat ze wel degelijk wat vinden, dat je toch niks hoort? In dat geval willen ze het zelf doorspelen voor de oude dagsvoorziening. Maar goed, er was in dit geval geen gram meer over. Van die 300 kilo onverrichte zaken keerden wij terug. We waren met z'n drieën, het voltallige trio Mereet. Het was s'nachts natuurlijk, dus soef, soef, soef over het verlaten asfalt. We waren in spitse conversatie verwikkeld, zoals zo vaak, over uiteenlopende onderwerpen. Zoals daar bijvoorbeeld zijn de schier bovenmenselijke vermogens van de 1200 cc Yamaha V-Max. Met zo'n 145 pk een motor die een merendeel van de concurrentie tot beleefde rijwielen met hulpmotor doet verbleken, nietwaar? Of anders wel de door incest verkregen ingebakken moordlust van de goedeels kortschedelige bewoners van de Balkan. De moordkuil van Europa, zoals ik net al zei. Of anders wel de al dan niet over- of onderschatte capaciteiten van zowel binnen- als buitenlandse coryfee op het gebied van showbiz, sport en politiek. Daar hadden wij het zo over met elkaar toen onze bassist vanaf zijn plaats achter in de wagen, op zeker punt, ergens onder Amsterdam, waar anders, meende te moeten opmerken dat we volgens hem rechtsaf moesten. Nou reden wij in zo'n verlengde Citroën Prestige, die is een halve meter langer als normaal. Als je daar achterin zit, zit je toch gauw zo'n 3 à 4 kilometer van de weg af. Een beetje in de diepte en ben je totaal niet in staat tot het maken van enigerlei objectieve observatie aangaande de acute verkeerssituatie, want dat kan je helemaal niet overzien. Maar goed, in een soort van automatische reactie op zijn woorden draaide ik al aan mijn stuur, hij zei naar rechts, ik draaide al aan mijn stuur zonder dat ik zelf keek. Toen ik dat een split second later wel deed, zag ik meteen dat we verloren waren. We waren die bocht al voor 3/4 voorbij, voordat we meer gingen. Dus ik riep nog naar de jongens en zeg, jongens, daar gaat hij! En ik knalde gelijk, zeg, in volle vaart, bovenin die bocht, bovenop die vangrail. De zware Prestige werd als een veertje de lucht ingeslinkerd. Wentelde zich tijdens zijn vlucht, sierlijk als een dolfijn, op zijn rug. En pletterde zo'n 1 of 20 meter verder in die bocht, zette met een enorme klap ondersteboven. Crash! Bovenop dat asfalt. En met het afschuwelijke geluid van metaal over wegdek, schoof hij nog zo'n 10, 15 meter voort in die bocht, weet je. En ik zag links en rechts enorme vonkenregen opspatten. Door mijn hoofd speelde maar één gedachte. Ik dacht, godverdomme, dadelijk vliegt hij in brand. Want er hoeft maar wat los te schieten door die klap. En dan is één vonkje en één druppeltje voldoende om die wagen van het ene moment op het andere in een laaiende fakkel te veranderen, waar je van zo lang zal zijn leven niet meer uitkomt natuurlijk. Dus het was zaak zo snel mogelijk die wagen te verlaten. Maar ja, hoe? Zolang die in beweging was, kon je niks doen.
We moesten wachten tot hij uitgeschoven was. En dat duurde me toch lang, zeg. Dus als er ooit één gelegenheid was waarin ik mijn eigen leven aan me voorbij had... In slow motion was het zelf, dan was wel gelukt, was het toen geweest. Nou, ik zag geen ene tering. Het enige wat ik zag, dat was die wagen die in brand vloog. He? Eindelijk lag hij stil. Ik als een speer door het portierraampje naar buiten. En dan moet ik nog even bij zeggen, kijk, als die rijdt, zit je links achter het stuur, hè? Althans hier. He? Sla je dan over de kop en boem, zit je ineens in Engeland. Dat is toch even wennen. Maar als je dus rijdt zo, gewoon, dan is dit het dichtstbijzijnde portierraampje. Sla je dan over de kop, boem, is dat het dichtstbijzijnde portierraampje. Maar ik ging toch door dat raampje naar buiten. En ik kroop als het ware onder die saxofonist door, die ergens boven me in de lucht hing. Ik hoorde nog wat mompel over, ik kan mijn veiligheidsgordel niet loskrijgen. Daar ben je mooi mee met zo'n veiligheidsgordel. Zou je maar gebeuren dat jij net zit te klootzakken met dat ding dat die wagens nog in de hens vliegt? Net zoals een airbag, joh. Heb jij geen airbag? Nee, ik heb geen airbag. Wil je net pleiten door het raampje, pff, zit je klem. Nee, joh, dat is allemaal leuk voor een frontaaltje en een beetje kruimelwerk, maar voor het echte zware werken. Dan moet je namelijk zo snel mogelijk, zo ver mogelijk bij die wagen uit de buurt zien te komen. Daar heb je helemaal geen gordels of andere wegversperrende voorzieningen bij nodig. Goed, er vloog dus niks in brand in dit geval. Waarom niet? God mag het weten, het was onze tijd nog niet kennelijk. Ik had alleen een gaatje in mijn pak. Erg genoeg overigens, hier. En een beetje glassplinters in mijn haar. En die saxonist had een beetje bloed aan zijn pols, ook vanwege zijn glassplinter. Maar in zijn haar had hij niks, want dat hebt hij niet, althans dan trekt hij naar binnen. En het was eigenlijk alleen die bassist die dus met wat naar later bleek inwendige kneuzingen en een gebroken sleutelbeen naar het ziekenhuis moest worden afgevoerd. Nou waren wij het onmiddellijk met elkaar eens, had hij zijn muil om hem te houden. Zo goed wij er waren afgekomen, zo slecht was het die wagen vergaan. Die was van het ene moment het sierlijk elegante voertuig van het ene moment op het andere in een schroothoop veranderd. Alleen die motor was niks meer aan de hand. Die draaide rustig verder. Die ben ik later nog apart uit gaan zetten. He, dan lag die wagen daar op zijn dak en die wielen gewoon. He, en ik kwam erbij in de buurt, ik hoorde hem onmiddellijk als een zonnetje. Niks meer aan de hand. Waren wij uit onze vlucht weer op onze wielen beland, hadden we zonder verder op onthoud de reis kunnen vervolgen. Volgens de kit, die al na een half uur ter plekke was, we hadden die bassist al bijna begraven. Komt er eindelijk zo'n gelder die weg op, weet je, gelijk naar die bassist toe, die hadden we in de berm gelegd met een dekentje eroverheen. Moet je altijd doen, hè, mensen, als er iemand ligt dood te gaan, in de berm, dekentje eroverheen. Dan gaat het sneller. Dus we hadden wij geheel volgens de voorschriften gedaan. En die gozer gelijk naar die bassist toe. En wanneer ging je grootmoeder dood en wat is je maat schoen? Hij zegt, zou je niet zo'n ambulance waarschuwen, ik lig te sterven van de pijn, man. Maar volgens die kit moesten wij God op onze blote knieën danken dat we er zo waren afgekomen. Want we waren beslist niet de eerste geweest die uitgerekend in die bocht op ellendige wijze aan zijn eind zou zijn gekomen. Volgens de chauffeur van die bergingswagen moest hij elke dag wel een wrak uit die bocht weghalen. Die de gasten onder elkaar dan ook al sinds jaar en dag aanduiden als de dodemansbocht. En in al die jaren was er nog nooit iemand van de Stichting van Veilig Volzakken Nederland, nog van enige andere Haagse verkeersinstantie, daar eens komen kijken of er misschien aan dat tracé van die bocht iets niet deugde. Want het is een bocht, heb je zo die grote weg. En de enige manier waarop je die eigenlijk zonder kleerscheuren kan nemen is om vlak voordat je hem ingaat uit je wagen te stappen en er zo naast te gaan lopen. Zo. Dan heb je kans dat je hem overleeft. Maar die gasten in de Haag hebben natuurlijk veel te druk met het verzinnen van nieuwe draconische maatregelen. Hè, tegen de snelheidsovertreders. Dus die hebben daar geen tijd voor. En die bocht doet dus nog tot op de dag van heden. Hè, is die een vol bedrijf. Hij is nog iedere dag zijn slachtoffer of slachtoffers. En dat alles in naam van een verhoogde verkeersveiligheid. De enige die niet blij waren met mijn miraculeus overleven was de verzekering. Die zich nu genoodzaakt zag mij de dagwaarde uit te keren van een totaal vernietigde voertuig. Die 14 ruggen bleken de druppel die een emmer deed overlopen. Want daags na de crash kreeg ik reeds te horen dat op mijn verdere klandizie geen prijs meer werd gesteld. Na een kleurrijk schadeverleden had ik met deze fraaie totolos in ene klap de categorie der onverzekerbare risico's binnengereden. Ik kon alleen nog maar bij Terminus terecht, waar je tegen de all-risk tarieven een lullig WA-verzekeringetje kan krijgen. Met de clausule in je polis dat als je dan nog eens een keer een lekker band krijgt, dat je dan de doodstraf krijgt. Maar dat is met een boevenpak, die verzekeringsmaatschappij. Oh jee, je kan je tegen alles laten verzekeren. All-risk natuurlijk, als je maar betaalt. Maar oh wee, als je ook schade komt claimen. Dan is het hier te breed en daar te lang en de kleine lettertjes zus, de kleine lettertjes zo. En je eigen risico omhoog en je moet allemaal meedoen met die no-claim onzin die ze hebben uitgevonden. Wat is het gevolg van die no-claim? Brrrr, hier rijdt zijn spiegel eraf. Oh door, hij had ben ik mijn no-claim kwijt. Hoe vaak het mij niet gebeurt, ik opgetreden staat die wagen, daar kom ik terug, deuk in het portier, spiegel eraf. Er zit nooit een briefje op, ik ben Jan Lul. Ik heb een deuk in je wagen, ik ben er nooit vanwege de no-claim. En die verzekeringsmaatschappij, ja, maar lachen all the way to the bank. Ik heb daar nooit aan meegedaan. Ik heb altijd alle schade vrijelijk geclaimd. Ze hebben mij dan ook weinig verdiend, maar er staat tegenover, ik was wel een tevreden klant. En wat gebeurt er? Worden eruit gepleurd. Maar ze doen maar broekje vol. Ik kan niet zeggen dat ik nog lang bij die crash heb stilgestaan, want daags daarna zat ik alweer achter het stuur van een gehuurde Opel Vectra richting Zwolle. Een Opel Vectra die trouwens met enige aandringen nog 180 bleek te lopen, dus dat viel best wel mee. Want ja, gas! Blijft het devies. Ik rijd en ik blijf rijden. Scheid aan de verzekering, scheid aan de maximumsnelheid en scheid aan magerijn.